opgeschort, maar het geld van de uitkering, dat moet hij wel teruggeven aan de staat. In de stedelijke basisschool Prinsstraat in Antwerpen werden vandaag de ogen van de kleutertjes gescreend. Bedoeling is om te kijken of hun ogen in orde zijn en of ze visueel klaar zijn voor het eerste leerjaar. Nadien verwerken de studenten optiek en optometrie de gegevens en zo kunnen ze advies geven aan de leerkrachten en aan de ouders. 2, 1, 7. Voor deze kinderen was het op school vandaag nog leuker dan anders. Ik heb dezelfde vormen moeten aanwijzen. Leg mij eens uit, waarom moet je al die testjes doen? Omdat ik mijn ogen beter, dat ik een beetje slimmer word. Met deze oogtests onderzoeken de studenten optiek en optometrie of de ogen van de kleuters klaar zijn voor het eerste leerjaar. En of de ogen van de leerlingen in het eerste leerjaar wel voldoende ontwikkeld zijn. De werkwijze is afgestemd op de jonge kinderen. Giraf, olifant. Giraf, olifant. We hebben hun visuele schoolrijpheid getest. Dus dat is aan oculomotoriek, hun oogsamenwerking, dieptezicht, kleurenzicht. En dat wordt allemaal getest om te zien dat ze geschikt zijn om naar het eerste leerjaar te gaan. Uit studies is gebleken dat zichtproblemen kunnen leiden tot leerachterstand. De bedoeling is eigenlijk om een relatie aan te tonen tussen het voorkomen van visuele moeilijkheden aan de ene kant en mogelijke leermoeilijkheden aan de andere kant. Dus we proberen kinderen eigenlijk visueel schoolrijp te maken door, als het nodig is, een tandje bij te steken daar waar tekorten worden vastgesteld. Bij problemen kan snel doorverwezen worden en eventueel bijgestuurd. Kalmthout kreeg vandaag bezoek van de Valbus.